Oké, nou ik ben sinds 30 jaar fysiotherapeut en 15 jaar daarvan ben ik een lymfuideemtherapeut. Dat betekent dat mensen die behandeld zijn voor kanker en die waarbij klieren zijn weggehaald, dus bijvoorbeeld in de oksel of in de liezen, dus niet alleen maar voor borstkanker, maar ook andere soorten kanker. Maar het zou zelfs kunnen zijn na een ongeluk of na een operatie waarbij mensen extreem veel vocht vasthouden. Dat kan allemaal. Laten we het hebben over borstkanker om het onderwerp duidelijk te houden. Dus als er klieren zijn verwijderd uit de oksel, komt het voor dat mensen een dikke arm krijgen, omdat de afvoer van het vocht uit de arm niet meer helemaal goed is. En daarvoor hebben we dus een specialisatie in de fysiotherapie, dat is een lymfuideemtherapie. En dat is wat ik dus al 15 jaar doe op Bonaire. En het gaat eigenlijk vooral om dat mensen die bij mij komen in de eerste fase, krijgen ze therapie meer intensief. En dat is bedoeld om zo snel mogelijk het extra vocht uit de arm weg te krijgen. Dat zijn met speciale massage. We kunnen tape technieken gebruiken. We kunnen allerlei andere technieken gebruiken. Bijvoorbeeld net als diepe oscillatie of met infrarood laser. Daarna krijgen we een onderhoudsfase waarin we de mensen krijgen een speciale compressiekous of mouw, zoals we dat noemen. Die zorgt dat er steeds druk op de arm blijft, waardoor het vocht niet terug kan keren. En daarnaast krijgen ze natuurlijk een heleboel adviezen en leefregels mee, waardoor ze zelf beter voor hun arm kunnen zorgen. Want het accent ligt wel op zelfmanagement, zodat mensen niet afhankelijk blijven van de therapie, maar op den duur zelf het kunnen managen. Veel mensen kunnen op den duur het zelf managen. Het komt voor dat mensen zelf komen. En dan is het dus niet door de verzekering betaald. Maar normaal gesproken, als mensen vrij snel komen na hun behandeltraject in de zorg, dan wordt het vergoed door de zorgverzekeraar hier op het eiland. Het is belangrijk dat ze op tijd hulp zoeken en niet te lang meer rond blijven lopen, omdat hoe langer vocht in de arm blijft, hoe meer veranderingen in die huid optreden dan duurt het alleen maar langer om het weer gezond te krijgen of goed te krijgen. Ja. Joëlle, we staan hier in jouw praktijk. Jij bent een medisch pedicure. Wat heeft borstkanker te maken met medisch pedicure? Als medisch pedicure heb ik me ook in verdiept in de kanker. Dus dan kan ik het bijwerkingen ook herkennen. Het drogen van de nagel, het bros worden, het scheuren, maar ook het blaren, hand- en voetsyndroom noemen we dat. Het blaren krijgen aan de voeten en zo. Heb ik ook kaartjes van. Dus als mensen, als ik zie dat ze zulke dingen hebben, geef ik ze kaartjes mee. Dat ze niet alles meteen hoeven te onthouden, maar thuis op hun gemak kunnen doornemen wat kan helpen om dit te verzachten. Hoe ga je je voet verzorgen? Hoe ga je je nagels verzorgen? Al die chemotherapieën, al die therapieën hebben bijwerkingen. Dus bijvoorbeeld, hoe doe je je douchen? Koud water, warm water. Hoe doe je de handen verzorgen? Goede crème gebruiken, nagelolie. Dus allerlei tips hebben wij dat de mensen kunnen helpen op dit gebied. Het is geen taboe. Je kan open zijn. Dan kunnen we beter handelen. Ik heb goede contacten met de artsen. Dat is alleen maar prima. De artsen verwijzen, ook de oncoloog of de ze komen ook zelf, particulieren. We doen de hele voet een screening maken, hoe de voet er nu uitziet bijvoorbeeld. En dan gaan we dat bijhouden. Zijn er veranderingen? Wat zijn er voor veranderingen? Hoe gaan we dat aanpakken? Dan kan ik dat samen met de cliënt ook bijhouden. Dus het is belangrijk dat je van tevoren ook al komt. Nou, ik wil ze allemaal adviseren om goed voor jezelf te zorgen. En dit is ook een gedeelte daarvan. Ik kan samen met jou deze traject ook aangaan. Aan de hand van de hand en de voeten wat ik zie, kan ik je ermee helpen op weg om dit te voorkomen dat het verergert.